Bijbel te stoppen. En ik snap nu ook dat hij geen debat en geen verantwoording wilde, want hij heeft gewoon keihard gelogen. Tegenover de NOS zei hij vorige week donderdag letterlijk dat hij het bij de verkenners niet heeft gehad over de heer Omtzigt. En dat blijkt dus wel zo te zijn. En die minister-president heeft dus niet alleen gelogen, maar ook geprobeerd om een uitstekend functionerend maar kritisch Kamerlid als de heer Omtzigt onschadelijk te maken in de Kamer althans, door hem een ministerspost in het vooruitzicht te stellen. Voorzitter, dat is een ongelooflijke schande. En het zou de heer Rutte sieren als die onmiddellijk op zou stappen. We weten dit na uren, na bijna dagen, vragen om alle stukken. En wat we nu zien is een hele grote puinhoop. Dat begon bij D66-verkeller Ollongren, die Nederland een onbedoeld kijkje gaf in de keuken van de politieke maffia. De notitie van Ollongren gaf inzicht in de ware agenda van de verrotte politiek. Positie Omtzigt, functie elders. Vier woorden die de betonrot van Den Haag blootleggen. En maar goed, voorzitter, wat goed dat we gisteren als meerderheid van de Kamer hebben doorgevraagd om alle stukken openbaar te krijgen. Maar het meest schokkende en het meest stuitende is wel het gedrag van de heer Rutte van de VVD. Heel Nederland is door hem voorgelogen. Vorige week nog was zijn reactie op de vraag van een journalist of iemand hierover nog verantwoording gaat afleggen. En ik citeer, nee, dat kan niet, dat mag niet. Niemand gaat hier uitleg over geven, einde citaat. En we weten nu dus waarom. Omdat hij het was en omdat hij, de minister-president, de heer Rutte, Nederland een week lang schaamteloos heeft voorgelogen. Dronken. Dronken van de macht en van de verkiezingsuitslag. Denkt Rutte het parlement even opzij te kunnen schuiven. De waarheid de beerput in te duwen en Nederland voor te liegen. Maar dit keer, na 10 jaar regeren, heeft de waarheid hem ingehaald. En ik zou tegen de Rutte willen zeggen, ga lekker zelf op zoek naar een functie elders. Wegwezen. En ook de oud-verkenners hebben ons voorgelogen. Ze hebben in een brief van 29 maart gezegd dat geen van de fractievoorzitters met hen over de heer Omtzigt zou hebben gesproken. En dat blijkt gewoon wel zo te zijn. Niet alleen door de heer Rutte, maar ook door de verkenners zijn we dus straal voor de gek gehouden. En VVD-verkenner Jortsma opperde zelfs dat de heer Omtzigt voorzitter van zijn fractie, of volgens mij zelfs kamervoorzitter, zou moeten worden. Schandalige koehandel met een kritisch, uitstekend Kamerlid. En maar liegen met elkaar, die VVD-kliek, dat ze het niet over Omtzigt zouden hebben gehad. Voorzitter, de Nederlandse politiek is ziek, doodziek. Kort na de verkiezingen zitten we nu met een schandaal dat zijn weerga niet kent. Een premier die een parlementariër de Kamer uit wil werken, die dat in de doofpot wil stoppen, die transparantie weigerde en die gewoon keihard liegt. En dat kan maar één ding betekenen. Met deze premier kunnen we niet verder. En ik vraag u dan ook, voorzitter, op grond van het reglement van orde, toestemming via u aan de Kamer, om in mijn eerste termijn al een motie van wantrouwen tegen de heer Rutte als premier te mogen indienen. Dan ga ik kijken of er steun is voor het verzoek om in de eerste termijn een motie in te dienen. Mevrouw Ouwehand. Pardon. En echt alleen om de motie wel of niet in te dienen, want niet om een hele debat met elkaar aan te gaan. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, maar mijn uitspraak zal toch enige duiding moeten hebben, want ik deel volledig de analyse van de heer Wilders, maar ik sluit niet uit, en het zou goed zijn, als de heer Rutte zo meteen zelf verantwoording nog aflegt en de conclusie eraan verbindt die uiteindelijk onvermijdelijk zal zijn. Dus laten we het niet in de eerste termijn doen. Dus u bent het er niet mee. Tenminste, geen steun in de eerste termijn. U wilt eerst de discussie of het debat afwachten. De heer Boudet. Ik steun het verzoek van Wilders en ik zal de motie ook mede ondertekenen. Dank u wel. De heer Rutte. Ja, voorzitter. Voorzitter, ik vind het juist goed dat Kamerleden ook in eerste termijn moties kunnen indienen. Ik zal mij zo meteen verdedigen, maar het feitelijk indienen moet altijd mogelijk zijn. Dus u heeft gesteund het verzoek. De heer Azarkan. Steun voor het verzoek. Mevrouw van der Plas.
Wij ondersteunen dit verzoek ten volle. Mevrouw Marijnissen. Ja, het staat wat ons betreft iemand vrij om een motie in te dienen. Tegelijkertijd deel ik wel de analyse van mevrouw Ouwehand. Dat ik ook heel graag wil horen wat de minister-president te zeggen heeft. Dus ik kan me ook goed voorstellen dat in ieder geval de stemming wat ons betreft na het debat zal plaatsvinden. Prima. Mevrouw Ploemen en dan mevrouw Kaag. Ja, voorzitter, het staat een collega volksvertegenwoordiger vrij om een motie in te dienen, ook in eerste termijn. Voor ons geldt dat wij na iedereen gehoord te hebben ons oordeel daarover zullen vellen. Even procedureel, het staat altijd Kamerleden vrij om een motie in te dienen, maar als een motie in de eerste termijn wordt ingediend, moet dat ondersteund worden door een meerderheid. Dus u wacht het debat af, begrijp ik. Of steun, ja? Duidelijk. Het staat hier Wilders vrij om die motie in te dienen en het oordeel daarover, ons oordeel, komt na dus het debat. Steunt het. Oké. Mevrouw Kaag. Deze verkorting dan inderdaad. Ik steun het verzoek. Het staat inderdaad het Kamerlid vrij. Ik wacht wel inderdaad het hele debat af. Ook inderdaad de uitleg van de verkenners. Ja. De heer Klaver. Nou, voorzitter, het is zoals u het schetst. Het is niet heel gebruikelijk om dat in de eerste termijn te doen. Daar kan je toe verzoeken. Ja. Wat mij betreft doen we gewoon in de tweede termijn moties indienen. Dus geen steun. De heer Hoekstra. Ik sluit me aan bij mevrouw Marijns. Ja, de heer Eertmans en dan de heer Segers. Mevrouw Den Haan, zeg ik het goed? Steun, voorzitter. Ja. Even kijken hoor. Ja, de heer Segers en dan mevrouw Den Haan. Procedureel steun. Ik sluit me aan bij mevrouw Ouwehand. Die zegt, laten we nou eerst het debat afwachten en dan het finale oordeel vellen. Maar als de heer Wilders dat wil indienen, dan steun daarvoor. Ja, mevrouw Den Haan. Eigenlijk hetzelfde, steun voor het verzoek, maar we sluiten ons ook aan bij mevrouw Ouwehand. Oké. Middelste. De heer Dassen. Ja, mevrouw de voorzitter, steun voor het verzoek, maar inderdaad de voorkeur om wel het debat eerst te voeren. Ja. Mevrouw Simons en dan de heer Van der Staaij, dan heb ik denk ik iedereen gehad. Mevrouw Simons. Eens met collega Dassen. Ja, de heer Van der Staaij, deze is ook vrij. Ja, voorzitter, het is eigenlijk dubbel bijzonder, want het is eigenlijk ook nog een inlichtingen vragen aan oud-verkenners. En we gaan dat nu vermengen met een debat over het functioneren van de minister-president. Bovendien is het ook de eerste termijn. Maar aan de andere kant, het is een bijzondere situatie. Als de heer Wilders behoefte heeft om deze motie nu in te dienen, wil ik me daar niet tegen verzetten. Dan heeft u, meneer Wilders, de meerderheid om uw motie in te dienen in de eerste termijn. Voorzitter, dank u wel. Want het is, zoals collega Van der Staaij terecht zegt, een bijzondere situatie. We hebben gezien en daar valt gewoon geen verdediging op te voeren. Natuurlijk hoor ik die ook van de premier of de heer Rutte. Hij heeft gelogen voor de camera. Hij heeft voor heel Nederland gezegd op de vraag van de NOS toen hem de vraag werd gesteld of iemand daar verantwoording over gaat afleggen, zegt hij nee, niemand gaat dat doen. En hij zegt ook, we hebben niet over de heer Omtzigt gesproken. En er is over de heer Omtzigt gesproken. Dus u heeft gewoon gelogen en na 10 jaar Nederland, na 10 jaar Rutte, zien we nu transparant de leugen van de heer Rutte. En dan kunt u wel een verhaal houden over de heer Omtzigt dadelijk, we zullen het horen, maar u heeft gelogen tegen Nederland. Want u heeft het, meneer Rutte, mevrouw de voorzitter, moet ik zeggen, heeft het wel over de Omtzigt gehad. En dat is een schande, nog los van het feit dat hij de Omtzigt wilde wegpromoveren. Vandaag, met de grootste overtuiging die je maar kan hebben, mevrouw de voorzitter, de volgende motie. De Kamer, grote beraadslaging, zegt het vertrouwen in de minister-president op en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, dan rond ik af met mijn punt. En dat ik had niet verwacht dat ik dat ooit zou zeggen in het debat. En kort na de verkiezingen, 2 weken en 1 dag na de verkiezingen, dat het weer tijd is voor nieuwe verkiezingen. Het is tijd voor nieuwe verkiezingen, omdat het de enige manier is in Nederland om het vertrouwen wat de heer Rutte en de VVD heeft geschaad, om het vertrouwen van die burger in Nederland in de politiek weer een beetje terug te krijgen.